Ja. Oh, je steekt zijn nagels in mijn oog. Oh, sorry. Misschien vinden sommige mensen dat een beetje luguber, maar... En de kassière vroeg om mijn legitimatie. Een paard en een ster. Maar het is een eenhoorn. Oh, ik zat die. Hey, ik heb een abonnement genomen op de Volkskrant. Zaterdag. En daar is de eerste. Je kijkt naar het tweede deel van een vlog over mijn weekend, die ik helemaal heb gefilmd op mijn iPhone 12 Pro Max. Als ik het niet had gezegd, had je het waarschijnlijk niet eens gezien, maar ik denk dat ik er zo over ga beginnen, dus dan weet je dat vast. Goedemorgen, het is zaterdag. Nou, morgen, het is alweer 10:45. Zou ik toch echt om 8:00 wakker was? En hoe kun je de dag beter beginnen dan met een boterham met frikandel speciaal salade? Ik ben heel benieuwd. Lekker. Smaakt naar, een beetje naar curry of zo. Lekker. Curry. Het gaat vaak naar curry natuurlijk. Ik heb even lekker koffie gedronken en toen hebben we gekeken naar steken en prikken met Jurre en Emma. Een soort kinderversie van spuiten en slikken. Nee, het gaat over insecten die kunnen bijten of steken of prikken. Vorige week was er een spin, die vond ik heel naar, maar... Hey, en deze week ging het over de hoornaar. Die is ook best wel naar. Maar het was vooral heel grappig hoe Emma helemaal tekeer ging. Echt een kijktip. Het is helemaal niet heel kinderachtig of zo, toch? Nee. Het is gewoon echt leuke televisie. Tijd voor het ruikende pakketje. Ruik naar tandpasta. Hi Smiler, we wensen jou veel poetsplezier. Ik begreep het niet helemaal, maar het is een soort tandpasta zonder tube. Het zijn tabletten. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat je voorkomt dat er maar liefst 1,5 biljoen tubes tandpasta in de trash belanden. Wil je tanden poetsen met tabletten? Ja, ben heel benieuwd. Een soort pepermuntjes. Dat ziet wel lekker uit, ja. En? Lekker gepoetst. Ja. Maar het leverde wel veel minder schuim op dan ik gewend ben van mijn tandpasta. Het was wel een ervaring. Nou, maar het voelt wel fris. Ja, nou, prima. Maar het was wel gek dat je moest bijten en dan moest poetsen en dan niet het mintje door moest slikken. Ik vond het ook wel een beetje gek. Maar ik dacht, het is wel handig als je ooit weer op vakantie gaat en je gaat met vliegtuig. Ja. Dat je geen vloeistof hoeft mee te nemen. Ideaal. Als je het ook wil proberen, dan heb ik een kortingscode voor je. Bram15 en dan krijg je 15% korting. Ik ben benieuwd hoe jij het vindt. Thanks Smile voor de tabletjes. Ik ga even wat pakketjes versturen. Iemand had nog een zonnebril gewonnen in 2019 of zo. Het kattenbedje van Wish. De winnaar is eindelijk bekend. En twee nieuwe leden van Team Kijk Maar Even. Die krijgen natuurlijk een paar mooie stickers. Als je die ook wil, ga naar kijkmaareven.com. En kom erbij. Dit is dus nu de ingang van het postkantoor. Het ziet er zo sketchy uit. Was het in de dark room? Ja, wat gezellig. Jammer dat je niet mee mocht, het was maar één persoon per gezin. We zijn lekker aan het wandelen. We lopen even over deze begraafplaats. Misschien vinden sommige mensen dat een beetje luguber, maar het is heel mooi en rustig. En de meeste graven zijn echt al 100 jaar oud, dus voelt het iets minder respectloos. Misschien. Borreltijd! Ik ga koken en ik ga een beetje een gokje wagen met deze vegetarische lekkerbekjes van de Jumbo. Ik kan me niet voorstellen dat het heel erg goed naar vis gaat smaken, maar misschien dat ze er toch iets lekkers van hebben weten te maken met
tarwe, erten en soja. Oh, het is ook vegan trouwens, zie ik. En dan ga ik wat bloemkool bij maken en nog wat patat. En dan maak ik een soort veggie, fish en chips. En anders eten we nog een pizza. Zo, ik heb de bloemkool lekker geroosterd met een beetje knoflook, peperzout, peterselie, curry, chili flakes en straks nog een beetje parmezaanse kaas erover. En de vega lekkerbek moet 8 minuten bakken. Tijd voor een nieuwe editie van de populaire succesrubriek Goor, Score of Kan Ermee Door. Vega lekkerbekje van, ik ben het merk vergeten. Tijdens het bakken leek het wel echt behoorlijk goed. Wow, het ruikt ook echt naar vis. Ook wel vissig uit. Lekker. Je had ook kunnen zeggen dat het vega kip was. Had ik het ook geloofd. Maar het is wel lekker. Dus ik zeg, kan ermee door. En dan is het nu tijd voor mijn allerfavorietste programma. Wie is de mol? Nou ja, we zijn eraan begonnen, dus we moeten het ook maar afmaken. Wie is mijn mol? Ja, ik heb vanaf het begin van aan René gezegd. Omdat ze gewoon zo clueless als een kip zonder kop rondloopt. En er dus nog steeds in zit. Maar ik zou het heel leuk vinden als Rocky de mol blijkt te zijn. Want die is zo onverdacht. Dat zou ze echt knap gedaan hebben. En ik ben een beetje fan geworden van Rocky. Wat is dit voor een druk handje hier? Jelle, wat is jouw mol? Hey, Kai, wat is jouw mol? Loopt gewoon over mij heen. René. Steek 2 vingers op als het ook René is. Ja. Oh! Ah, oh, je stikt zijn nagels in mijn oog. Oh, sorry. Dat is het. Dat we blind kunnen wezen. Zo. Ik was even vergeten dat we natuurlijk weer niet in deze aflevering te weten kwamen wie daar de mol was en wie het heeft gewonnen. Wat is het toch wat frustrerende kijkervaring. Ik snap niet dat mensen hier fan van zijn. Gelukkig hebben we vandaag ook leuke dingen gezien, zoals de finale van de Make-up Cup. Die was heel erg tof. We hebben lekker gewandeld, we hebben heel lekker gegeten. En nu ga ik heel lekker slapen. Morgen weer een hele leuke dag. Jelle moet helaas naar huis, maar ik ga even naar Amersfoort. Mijn broer is jarig geweest en ik mag even in mijn eentje daar op visite. Wat ik heel wel leuk vind, ook om mijn neefje en nichtjes weer te zien. En ik moet zeggen, het vloggen op de iPhone heeft echt wel een paar goede voordelen. Ja, eigenlijk gewoon wat Casey Neistat volgens mij al zei. De beste vlogcamera is de camera die je bij je hebt. En dat is altijd mijn iPhone. Het grootste nadeel is denk ik de bestandsorganisatie. Dus mijn hele telefoon staat nu vol met allemaal hele lange video's. Moet ik allemaal naar mijn computer transporteren. Het zijn ook allemaal video's tussen die ik daar niet tussen wil hebben. Allemaal foto's. En ik ben benieuwd hoe de audio-kwaliteit is. Als je iets opvalt deze vlog aan de audio, of het goed is of juist minder goed, laat het vooral weten. En de beeldkwaliteit, ja, als het zo donker is als dit, dan blijft er niet veel van over. Maar het is denk ik best oké. Ik ga slapen. Zo, mijn broek is gewassen na het tomatensoep-incident. Oh, sukkel! Maar kijk, de soep is er niet helemaal uitgegaan. Gadver. Het was niet echt een dure broek, maar hij zat wel heel lekker. Dus ik baal wel een beetje. Ik heb mijn oude zwarte skinny jeans uit de kast gepakt. Het zit op zich wel lekker, zo'n beetje zo'n elastisch strakke broek. Maar ik voel me er niet helemaal meer chill in. Kom op jongens, kop op. Ik weet dat het niet makkelijk is, maar hou vol. Bijna lente. Goed zo. Het lijkt lekker weer, maar het is ijskoud eigenlijk. Ik ga naar Amersfoort op bezoek bij mijn broer en vrouw en kinderen. Ik ga eerst nog even kijken of ik nog een cadeautje kan scoren. Nou, dit is toch genieten. Ik ging deze fles Bacardi Lemon kopen voor mijn broer. Ik weet eigenlijk niet of hij dat nog steeds drinkt, maar vroeger wel. En de kassière vroeg om mijn legitimatie.
Ja, die had ik niet bij me, maar ik kreeg het toch mee uiteindelijk. Mijn dag ging niet meer stuk. Ja. Oh. Die hard uitgelachen, hè? Oké, ik snap dat deze ongebruikelijk sportieve beelden in mijn vlog enige uitleg vereisen. Mijn broer is, zoals je ziet, een hele goede volleyballer en volleybalcoach. En hij had voor zijn verjaardag dit professionele volleybal net gekregen. En dat hebben we met z'n allen opgezet. En dat moest natuurlijk worden getest. Maar gelukkig kreeg ik daarna ook taart. Zie je wat het is? Ja. Wat dan? Een paard en een ster. Maar het is een eenhoorn. Oh ja, eenhoorn en ster. Dat is de I. Dan weet je duidelijk dat het mij is. Ik ga even de T schrijven. Ja, heel goed. De T van Tossie. Doorstaan. Oh, doorstun, sorry. Het was een iets sportievere middag dan ik had kunnen voorzien. Toen ik vanmorgen wakker werd, maar het was heel erg leuk. Torsten was onvermoeibaar met volleybal. Heel gezellig. Heel lekkere taart. Terug naar Hilversum. Yes, terug in Hilversum. Net op tijd binnen voor de avondklok. 9:50. Dus ruim op tijd binnen. Oh, en ik zal nog één laatste gore of score doen. Of kan er weer door. De pombeer cheese. Ik heb ze nog nooit gegeten. Het was leuk geweest als Jelles had kunnen proeven. Want die houdt van pombeer. En ik hou dan weer heel erg van alle soorten kaaschips. Nou, dat is een goede combi. Lekker. Goor, ik zou het leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. En laat ik weten hoe je deze iPhone vlog vond. Of je er iets aan hebt kunnen zien of kunnen horen. Ik vond het zelf echt wel zijn voor- en zijn nadelen hebben. Het grootste voordeel dat ik hem altijd bij me heb. En dat hij lekker snel scherp stelt. En er zijn natuurlijk ook genoeg nadelen. Zoals dat je sommige dingen niet kan instellen. Dat de camera niet zo goed is als het een beetje donker begint te worden. Het is dus jammer dat eigenlijk de slechtste camera die erop zit. Is de camera die je wil gebruiken als je aan het vloggen bent. Zodat je jezelf kan zien. Dat is deze. Maar ik vond het wel een leuk experiment. Hopelijk jij ook. Tot de volgende keer. Kijk maar even. Doei. Kan ik nu ook wisselen van lens? Oh, cool. Oh, hij doet het niet. Oh, jawel. Oeh, nu ben je heel dichtbij. Oh, 3 keer. Dat kan je zelf. Hoi.